minister Suresh Algu van Landbouw, Veeteelt en Visserij. We zien hem ook aardig in beweging op het politiek veld. Hij maakt zich namelijk ook gereed om straks op de kandidatenlijst van de NDP te prijken. Bent u daarvoor al ready? Natuurlijk, wij zijn wel ready. Natuurlijk is het volk die bepaalt. En wat is de hoop? Waar wordt u gekandideerd in Wanica? Ik woon in Wanica al jaren, ja. Dus het wordt naar Wanica. Ja. En wat wordt u daar lijsttrekker? Nou, tot zover bekend wordt dat aangekaart. En de hoop is toch wel dat u een zetel voor de partij binnen zult slepen? Nou kijk, uiteindelijk is het, wanneer je gaat, dan moet je maximaal eruit halen. Ja. En dat is het. Ja. U bent de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Een grote klacht die we nu op dit moment aanhoren, dat is de klacht met betrekking tot de padi die op dit moment geëxporteerd wordt in de Petrocaribe-deal naar Venezuela. Wat speelt er precies daarmee? Want dan horen wij dat wij dan bezig zijn Venezuela te subsidiëren op deze basis. Wat is daar van waar? Nou kijk, wanneer we kijken richting Petrocaribe-deal omtrent export van rijst, het is simpelweg wereldmarktprijs van 1 ton gedroogd padi is op dit moment $240. En binnen Petrocaribe deal krijgen wij $360 per ton. Dus wanneer men zegt dat wij subsidiëren of zo, het is gewoon weg een prijs die boven de wereldmarktprijs zit op dit moment. En ik weet niet van waar men dan dat soort dingen naar voren brengt. Ik heb al eerder ook aangekaart hoe dat in elkaar zit. Dat contract is $503. Daaruit $360 per ton voor gedroogd paddy. Daarna krijg je $45 voor transport vanuit Paramaribo, vanuit Suriname naar Caracas of Venezuela toe. Daarna moet je havenkosten betalen in Venezuela $80 per ton. En $18 betaal je van haven daar tot Silo. Dus dat is het uiteenzetting van de prijs, van het bedrag. Dus als iemand iets anders komt uitleggen, dan weet ik niet dan, van waar dat komt en ik ben niet op de hoogte daarvan en door wie dat contract getekend is. En wat dan zo'n contract inhoudelijk is ten aanzien van dat Suriname Venezuela subsidieert. Ja, maar we halen er als Suriname wat uit. Als je zegt wat we dan $360 per ton krijgen, gedroogde paddy, ja. Terwijl de wereldmarktprijs is, zegt u $340. Ja. Dus daar halen we toch wel wat redelijk. Ja, er is iets boven de wereldmarktprijs wat we hebben gehad. Dat is één en tweede dat we ook wel markt hebben voor 30.000 ton paddy, let wel. Maar er is ook een maar. Hè. U weet, de wereldmarktprijs is behoorlijk gedaald. En wij verwachten totale productie van om en bij tussen de 130 en 150 ton paddy. En als je van de totale hoeveelheid alleen 30.000 ton gaat exporteren, voor zo'n bedrag en resterend moet je gaan concurreren tegen wereldmarktprijs, dan zie je bij wijze van spreken geen verandering, hè? Geen prijsverstijging zodanig. Het is net een SRD's, enkele SRD's stijging, zou men zien. En dat is eigenlijk, dus men hoort van het is een betere prijs, maar het gaat om net om 30.000 ton gedroogd paddy. Terwijl één seizoen dicht bij 150.000 zit, waarvan 25.000 voor lokaal markt zal zijn en resteren 25.000 ton. Daaruit 30.000 ton paddy ga je exporteren en 45.000 ton paddy ga je verwerken tot wit rijst. Begrijpt u? En dat is de uiteenzetting. Wij zijn ook vanuit, let wel, rijstsector is totaal geliberaliseerd. De stakeholders moeten zelf over paddyprijs alles gaan praten. Wij hebben vanuit de overheid alleen een markt gezocht waar er beter prijs aanwezig is. En wat is de continuïteit hiervan? Kunnen we op rekenen dat wij dan maandelijks, jaarlijks de afzet kunnen hebben? Nee, dit is gewoon eenmalig 30.000 ton. Dat heb ik ook in Nikeri tijdens de bespreking met VRE, ook aan de landbouwers, aan SPBA voorzitter, bestuur gezegd. Het is eenmalig 30.000. En in die periode moet dan andere wegen gezocht worden, andere afzetmarkten. Wij zijn bezig samen met mijn collega van Buitenlandse Zaken om te kijken hoe we dat van Brazilië kunnen afronden, de stad Pará. Om daar ook wat rijst af te zetten en te onderhandelen zodat we van 20.000 naar 50.000 ton invoerrechtenvrij rijst kunnen afzetten. Daarmee zijn we ook bezig. Let wel, ik herhaal het. De rijstsector is helemaal geliberaliseerd.
wij proberen als overheid ook faciliterend in deze te spelen. Maar zijn goede vooruitzichten dat wij toch wel een markt zouden kunnen vinden in Brazilië? Nou, markt is er in Brazilië, dus het lijkt heel positief op dit moment. En we kunnen toch wel, zodra daar gereed is, zullen we samen met een collega van Buitenlandse Zaken daar naartoe gaan voor verdere onderhandeling. Ja, export ervan schijnt geen probleem te zijn, want export van rijst, of beter gezegd, gedroogde paddy naar Venezuela leek op een gegeven moment op de helling te komen te liggen, doordat het verschepen nogal problemen met zich meebrengt. Zijn die dingen wel nu geregeld? Wat er gebeurd is bij eerste lading, toen men begon, u weet, iedereen was enthousiast en toen de eerste big bag werd ingeladen, heb ik duidelijk gezien, het is niet uit Venezuela. Ik zag dat er lekkage was van brandstof en toen heb ik gezegd van nee, het is afgekeurd, mag niet. Ik was daar op de haven. Toen heb ik gezegd van nee, geen enkel korrel mag ingeladen worden. Dat is gebeurd, wij moeten ook houden aan de regels. En toen is er een andere gekomen met een capaciteit van 2600 ton. En die is al weg en de tweede begint ook met inladen.